Het is vandaag donderdag vrij? Het is vandaag donderdag. Laatste race. Vandaag gaan we rijden naar Adelaide, naar de finish. 20 kilometer achter Tokaj, echt heel dichtbij. Op 3000 kilometer is dat zo goed als niks. Ik denk dat we een klein kansje hebben op de eerste plek. We gaan zo gewoon in ieder geval onze uiterste best doen. En een klein beetje risico nemen en vol voor de eerste plaats. Nu naar go. Gast op. Alright, nice. Zo. Snel is hier niet 25 uur met de buur, 5. Now we are in away from Adelaide, around 230 kilometers away, so we can reach there in 2 hours or 3 hours. So we have to be careful. The Nuna is getting closer to us. Once we've got some problem, I'm pretty sure Nuna is coming past us soon. Je gaat ook in het wegrijden. Het wordt spannender en spannender. Ze zijn wel echt hard aan het rijden, dus ze blijven veel afstand houden op ons. Kut. Als we dan toch tweede worden, dan kunnen we alleen maar concluderen dat Tokaj gewoon een hele goede auto heeft gehad. In een race van 3000 kilometer om dan slechts minuten achter de nummer 1 te finishen, dat betekent gewoon dat de auto's aan elkaar gewaagd zijn. Tweede plaats. Ik denk dat het goed gedaan is. Ja, fucking spannend. We hadden de laatste brug hadden we niet voorspeld en onze accu was helemaal leeg. Al een beetje rood in het schermpje. Holy fuck, nee, minder gas. Dus wij moesten die berg op en zeiden ze tegen Pierre, stop, geen gas geven. Ik ging net op tijd gas los. Dan wordt het weer minder rood. Mijn beest weer, wat is mijn rode. Kom op, Javier, kom op. Ah! En toen uiteindelijk gingen we er net overheen, moesten we 3 kilometer, maar hij is echt helemaal leeg. En toen dacht ik, nee. Wauw, wat echt vet. Ik zal mijn snelheid zo verminderen. Dus als we die berg niet hadden gehaald, moesten we daar nog 30 minuten staan zaten en kwam Michigan zo veel. Ja, zoiets wel, ja. Eerst vieren. En laden. Sowieso laden. Teleurstelling en dat is nu zo'n onthaal helemaal weg. Dat is heel erg fijn.